Hier kan uw commercial komen te staan. Wilt u meer weten? Bel of mail. Ieder project heeft gemeenschappelijk dat ze een maatschappelijk doel moeten dienen. Daaraan kun je denken bijvoorbeeld dat er een team gaat een brug bouwen in Roemenië. Er is een ander team dat gaat een expeditie organiseren. Daarmee gaan ze bijvoorbeeld geld ophalen voor een project in een land wat die leerlingen zelf nog moeten kiezen. Zo hebben we 5 projecten. Ook een project in Burkina Faso, een project in Suriname en een project in Nederland wat zich in eerste instantie afspeelt. Allemaal maatschappelijk gericht. Daarnaast is het de bedoeling dat die leerlingen zichzelf in gaan zetten voor zo'n project. En wij denken dat als je je dus voor iets echts in gaat zetten, dat je meer leert dan wanneer je alles zeg maar uit boeken leert of niet voor het echt doet. En welke leerlingen zijn het? Het is schoolbreed. We hebben 4 teams waarin de leerlingen nu nog in leerjaar 2 zitten. Maar er is 1 team en dat is een team van de houtafdeling. Die zijn nu leerjaar 3 en volgend jaar eindexamen leerjaar 4. Dus dat is ook wel spannend, want dat wat zij gaan doen voor dit project is onderdeel van een examen. Nee. En ik heb ook begrepen dat ze dus naar die landen toe gaan. Ja. Nou, de bedoeling is, daar moeten we even kijken hoe dat precies uit gaat pakken. We hebben dit al een keer eerder gedaan met een aantal teams. En toen is ieder team is op reis geweest. En je merkte dat dat heel erg bijdraagt ook weer aan het enthousiasme. Ja. Want ja, je hebt iets om naartoe te leven. Ja. En dat willen we nu ook weer zoveel mogelijk gaan doen. Jullie doen mee met een van de projecten. Welk project gaan jullie doen? Van Burkina Faso. Van Expeditie Corlar. En wat gaan jullie dan precies doen? We gaan contact leggen met kinderen daar in de scholen. En als het lukt gaan we ze proberen te helpen door bijvoorbeeld geld in te zamelen. En waarmee ga je ze dan helpen? Dat wisselt. Ja, bijvoorbeeld kijken waar die kinderen mee zitten. Of er bijvoorbeeld problemen zijn waar ze tegenaan lopen, bijvoorbeeld met school en zo. En gaan we kijken of we die problemen kunnen oplossen en zo ja, hoe we ze kunnen oplossen. Wat project gaan jullie doen? Expeditie Corlar Suriname. Oké, en wat gaan jullie organiseren? Of? Nou ja, we zijn eigenlijk van plan om daar een webwinkel op te gaan bouwen. Zodat we producten daar ook heen kunnen vervoeren en ook andersom. We moeten producten gaan verkopen die wij hier wel hebben, maar zij daar niet. En wat voor producten moet ik dan aan denken? Ja, dan moeten we nog verzinnen, maar zij mogen het daar niet hebben en wij wel. Maar je moet ook met import en export dat het niet kapot gaat en zo. Ja, ja, maar dat betekent dus ook dat je zorgt dat die producten ook daar komen. Welk project gaan jullie doen? Wij hebben een botenbouwproject. En we weten niet echt wat we gaan doen, maar dat moeten we nog met z'n allen gaan overleggen. Maar ik neem aan dat je een boot gaat maken. Ja, een boot gaan bouwen. En dan denk ik dat we gaan sponsors gaan zoeken. En dan naar Veerland gaan, hoop ik. Met de boot? Met de boot, ja, of niet. Of sponsors en dan per kilometer zoveel geld. En dat we met het geld naar de mensen gaan. Dat kan ook. Ja, ja, wat? Ja, ja. En dat betekent dus dat je dan op een gegeven moment naar Engeland varen? Ja, Engeland of een ander land, dat zou kunnen. Ja. Oké, maar dat land mogen jullie ook zelf bepalen? Ja, we mogen alles zelf bepalen. Ja, welk project gaan jullie doen? Wij gaan Expeditie 2012 doen. En dat houdt in? Dat houdt in dat je zelf met je groep mag je gaan bepalen wat je gaat doen. Dus wij hebben zeg maar gekozen om kinderen te helpen. En we hebben nog niet echt een vast plan. Maar we denken aan schoolspullen, school helpen met opbouwen, medicijnen, sportvoorzieningen. En dan hebben we het over kinderen in een ander land? Ja. Ja. En dan vooral kinderen die het heel hard nodig hebben waarschijnlijk? Ja, bijvoorbeeld in Afrika of we hadden ook als land Madagaskar of Tunesië hadden we ook. Azië. En hoe komen jullie erachter dat die dingen heel hard nodig zijn? Ja, heel veel onderzoek doen naar het land. Kijken hoe daar de status, hoe de economie is. En dan ga je zelf contacten leggen met mensen uit dat land? Ja. Ja, of als stichtingen die al mensen helpen in ontwikkelingslanden. Alma, jij hebt je ingeschreven voor een project. Welk project is dat? Voor het bruggenbouwen in Roemenië. Bruggenbouwen in Roemenië. Waarom heb je je voor aangemeld? Omdat het mij eigenlijk wel heel erg leuk lijkt om een brug te bouwen. En wat voor soort brug gaan jullie bouwen? Weten jullie dat al? Nee, dat weten we nog niet. Ook nog niet waar? Wel waar.
in de bij in de Cruzor. Oké. Okay. Nu hebben ze daar wel een brug, maar dat is eigenlijk van gewoon van bomen gemaakt eigenlijk. Want er is nu ook in Nijkerk een andere stichting die ook veel doet voor Cruzor. Ja. Hebben jullie daar contact mee? Ja. Oké. Okay. En nu gaan jullie bedenken hoe je een brug moet bouwen, of weten jullie dat al? Dat gaan we inderdaad ook nog bedenken. En na de zomervakantie gaan wij er nog een keer heen. Om alles op te bekijken en om de situatie te bekijken. En dan gaan we hem bouwen. En wat voor verstand heb je van brugbouwen? Ik helemaal niks. En de leraar ook niet. Dus, Oké, dus voor jullie allemaal heel spannend. Maar waar halen jullie dan de kennis vandaan? Zoek op internet. Mensen vragen die er verstand van hebben. Bedrijven opzoeken. En het is de bedoeling dat jullie die brug daar ook zelf gaan bouwen? We gaan hem hier in Nijkerk bouwen. Ja? En dan vervoeren we hem naar Cruzor toe.